uitpakken. De Flip Mino. En het is eigenlijk een cameraatje voor MySpace en YouTube. Kijk maar. Het staat er zelfs op tegenwoordig. Het moet gewoon heel simpel, heel makkelijk zijn. Hij kan 60 minuten opnemen. Je klikt op record en hij loopt. Je kunt ook geen instellingen doen, helemaal niks. En ik ben heel benieuwd wat daar nou in zit. Nou, wel een leuk doosje. Nou, dit is hem dan. De Flip Mino. Stel nou, je bent een dagje uit. Naar bijvoorbeeld een prachtig kasteel. Wat gebeurt er dan? Je denkt, mooi shotje maken. Pak je Flip Mino. Je zet hem aan. Heel simpel. Je drukt op record en zo ziet het er dan uit. Kijk, je kan hem natuurlijk op een statiefje zetten en dat is op zich best wel handig. Maar dat is natuurlijk totaal niet waarvoor dat ding bedoeld is. Als je nog een statief mee moet zeulen, wordt hij extra groot. Maar daarmee kom ik meteen op een ander probleempje. Want als je hem gewoon uit de hand filmt, de image stabilizer is niet al te best. We gaan het gewoon even proberen. Als je dan je cameraatje op de weg richt, dan krijg je dus dit met die Flip Mino van mij. En dan gaan we eens even kijken hoe die image stabilizer zich houdt. Als je flink zit te schokken. En dat moet ook kunnen, want het is een doelcameraatje. Het is de bedoeling dat je gewoon als je iets op straat ziet gebeuren, meteen kan draaien. En het eigenlijk meteen zo simpel mogelijk kan uploaden. En als het goed is... Nou, dan is het toch briljant, of niet? Flip Mino zit in jaszak. Ja. Komt hier aan, hè? Aan. Drukt op het aanknopje aan de zijkant. Flip gaat aan. En je drukt op record. Nou, ik zeg echt... Volgens mij is het 3 seconden. En je kunt meteen... passerende. Lance Armstrong. Lance Armstrong was dat. Die heb ik dus even vastgelegd. Hoe gaat het nou? Je batterij zit er dus gewoon in vast. Je kunt hem ook niet opladen met een aparte oplader. Dus je kunt hem alleen maar in je computer opladen. Als je op weg bent, je kunt 60 minuten opnemen. De batterij gaat volgens het boekje 4 uur mee. Dus als je een lange reis aan het maken bent, kun je niet tussendoor even zeggen van ik laat hem op. Dus je moet je echt een laptop mee hebben. Maar Lin, dit kan je toch ook allemaal met je mobiel doen? Ja, dat kan ook wel. Alleen het verschil is, 1, dat je dit ongelooflijk makkelijk aanzet en direct filmt. Wat je natuurlijk wil als je echt op zoek bent naar YouTube-filmpjes. Als je iets ziet gebeuren, wil je gewoon meteen aan de slag. En 2, dit dingetje is ook gewoon echt gemaakt om te filmen. Dus ik verwacht ook dat het er veel beter uitziet qua beeldkwaliteit. Maar dat zullen we zo even thuis zien. Lens, komt hij weer. Was het weer Lens? Ja. Gemist, dat wel. Hij heeft 2 keer digitale zoom, wat zoveel inhoudt dat hij gewoon eigenlijk alleen maar het beeld opblaast. Dus echt zoomen kun je niet en daar heb je dus eigenlijk ook heel weinig aan. Oké, om even te checken of het echt een YouTube-cameraatje is, gaan we nu proberen om ergens te filmen waar het niet mag, op het Centraal Station van Utrecht. En dan ben ik benieuwd wie er eerder wordt weggestuurd. Jij met je dikke camera of ik met mijn mp3-spelertje. Via de NS kan je een vergunning vragen. Dan krijg je een vergunning. Dan willen ze natuurlijk wel alles van je weten. Dus, je hebt mij ook gefilmd? Ik film niks. Naar buiten. Met... Dag Rolf. Ja. Er staat een programmaatje voor geïnstalleerd op die Flip Video. En het enige wat je hoeft te doen is dat gewoon rechtstreeks vanaf je Flip Video installeren. Wat wel heel leuk is, je kan je filmpje ook editen en... Ook daar weer heel simpel. Je kan er niet echt heel veel aan doen. Maar je kunt wel zeggen van, nou, ik wil hem laten starten op 15 seconden. Want de eerste 15 seconden slaan toch nergens op. En ik wil hem eindigen op 27 seconden. Want dat is eigenlijk het stukje wat ik nodig heb. Moet je het via dat programma doen? Nee, want je opent hem natuurlijk gewoon eigenlijk als een USB-stickje. Daar zie je, net zoals bijvoorbeeld met je fotocamera, je meteen je foto's kan zien, zie je hier meteen al je filmpjes. En dat zijn AVI's. Dus als je daar een beetje handig mee bent en je hebt geen zin in zo'n simpel programmaatje, je wilt er echt een beetje leuk mee bewerken, dan heb je gewoon je AVI, die zet je gewoon op je computer en je sleept hem naar je desbetreffende montageprogramma. Het gaat niet om dat het er prachtig uitziet, dat het geluid geweldig is, dat je een stilistisch geweldige video hebt gemaakt. Het is gewoon, als je het leuk vindt om af en toe een kort filmpje te maken, dan ben je gewoon klaar met het ding. De vraag is of je er €160 voor over hebt.